Water is kostbaar. Dat werd afgelopen zomer nog maar eens bewezen. Door de aanhoudende droogte had de landbouwsector het erg moeilijk. Daarom worden binnen het project Drainage Plus de Kempense en Maaslandse landbouwers begeleid naar de omvorming van klassieke drainage naar pijlgestuurde drainage. Bij een klassieke drainage wordt er ook gedraineerd natuurlijk, maar loopt het water rechtstreeks de sloot in en wordt het zo verder afgevoerd. Dus eigenlijk zal het terrein continu leeglopen. Dus ook in het droge seizoen gaat het water continu zeer snel worden afgevoerd. Bij pijlgestuurde drainage gaan we dat niet doen. We gaan het water zo lang mogelijk op het perceel houden. Hoe doen we dat? Door die drainbuizen te laten uitmonden in een verzamelbuis. En die verzamelbuis komt dan uit in een regelput waar we met een regelbuis het waterpeil kunnen regelen naar het gewenste niveau. Daar beneden, je zult dat zien, de moerbuis die ertoe komen. Ja. Dit is eigenlijk de overloop. Ja, de normale overloop. Maar als Bert zegt van ja, ik vind dat nog hoger mag, dan moet hem dat hier maar toeplakken of een ander buis insteken. Dus, en dan wordt het er zo ingezet. Hè. Dan... Nu is afgesloten uiteindelijk. Hè. Door het feit dat de boer hier een keuze maakt om pijlgestuurde drainage te installeren, maakt eigenlijk belangrijke keuzes voor de toekomst in de praktijk. Hij zorgt eigenlijk ervoor dat de grondwatertafel minder snel zal dalen in het voorjaar. En het gevolg daarvan is eigenlijk dat er veel belangrijker nalevering zal zijn, dat we zeggen capillaire opstijging naar de teelten, waardoor de teelten veel beter over vocht zullen beschikken eigenlijk in het voorjaar, in het late voorjaar, zelfs tot de maand juli. Omdat er dus meer water wordt vastgehouden op het perceel, dat de landbouwer in droge seizoenen minder zal moeten beregenen. Dat is toch ook iets wat heel veel arbeid en dus tijd en kosten intensief is. Dus als, hoe minder dat hij moet beregenen, hoe gelukkiger de landbouwer. Dus dat is toch ook wel een meerwaarde. Ik vind het een prima systeem en ik hoop dat we daar in de toekomst heel veel uit kunnen halen om er een meer opbrengst te halen met de minimale kosten eigenlijk op termijn. We spreken van meer opbrengsten, laten we zeggen van, het kan gaan van 100 euro voor mais per hectare, 150 euro per hectare voor gras, tot 300-400 euro per hectare voor aardappels. Dus dat zijn toch significante meerwaardes die kunnen gerealiseerd worden door de aanleg van pijlgestuurde drainage. Maar het effect van de pijlgestuurde drainage reikt verder dan de omgevormde landbouwpercelen. Ook de naaste omgeving is daardoor beter gewapend tegen droogte en uitdroging. We laten eigenlijk het landschap minder uitlopen. We laten het water minder weglopen uit het landschap, waardoor het waterpeil ook in de ruime omgeving terug zal stijgen. Vernatting. Niet alleen voor de landbouwbedrijven natuurlijk, maar ik denk voor de maatschappij en voor de natuur is dat zeer belangrijk.